Jullie hebben allemaal wel een idee wat deelmobiliteit is. Maar hebben jullie ook een idee wat gedeelde mobiliteit is? Als je denkt dat is hetzelfde, dan blijf je zitten. Als je zegt dat klopt niet, dan ga je staan. Nou, ik vind het super interessant om te kijken waar iedereen staat met deelmobiliteit. En gewoon op ideeën op te doen. Ik zie dat er al heel veel leuke initiatieven zijn in de regio. Er spelen natuurlijk bij gemeentes allemaal wel vaak dezelfde dingen. En daar kun je eigenlijk elkaar in versterken en in helpen. Ook met ideeën, maar ook met hoe pak je iets aan en wat doe je met de financiering. Daar is deze dag dus eigenlijk heel erg waardevol voor. We zijn hier vandaag om iedereen te vertellen over wat we allemaal hebben gedaan aan gedeelde mobiliteit de afgelopen periode. Maar ook om iedereen mee te nemen in de stappen die we nog gaan zetten. Nou, het is sowieso leuk om hier weer te zijn, om elkaar te ontmoeten, om elkaar tegen te komen. En ik vind het ook tof om nieuwe ideeën op te doen en een beetje creatieve oplossingen met elkaar te delen. Deze bijeenkomst is voor iedereen en daarom noemen we het ook een brede bijeenkomst in ons netwerk. Dus dat zijn overheden, gemeenten. Belangenorganisaties, marktpartijen, adviesbureaus die dingen voor ons doen. Dus een hele brede groep. En er zijn ook een aantal vrijwilligersinitiatieven die echt gedeelde mobiliteit in de praktijk uitvoeren.